In de vorige video zagen we hoe de ideeën van de verlichting eh, langzaam ook de ideeën over het bestuur veranderden en dat dat uiteindelijk bijvoorbeeld leidde tot de Amerikaanse revolutie waarbij die 13 Britse koloniën aan de Amerikaanse oostkust onafhankelijk werden en eh, die nieuwe staat de Verenigde Staten vormden en dat het bestuur was ingericht volgens de ideeën van die verlichting. In deze video zullen we gaan zien hoe de ideeën van de verlichting ook eh, ervoor gaan zorgen dat er een einde komt aan de slavernij. En we gaan eens kijken weer naar dat kenmerkend aspect van die verlichting, maar ook naar dat kenmerkend aspect over die eh, plantagekolonie en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme. Eerst even terug naar een plaatje dat we al eerder gezien hebben, dat plaatje van die driehoekshandel, waarbij eh, de Royal African Company het monopolie kreeg eh, voor eh, het Britse Rijk, hè, de, het monopolie op de handel, met West-Afrika en West-Afrika, dat was nou juist het gebied waar al die slaven vandaan werden gehaald. Die Afrikaanse slaven. En die werden dan bijvoorbeeld overgebracht naar uh, het zuiden van de Amerikaanse oostkust, uh, naar Jamaica, naar Barbados. En ja, dat was een enorme lucratieve handel. Er werd enorm veel geld mee verdiend ja en in de 18e eeuw worden er steeds meer vraagtekens gezet eigenlijk bij die slavernij en dan zie je dus dat het abolitionisme opkomt en het abolitionisme is een stroming die streeft naar de afschaffing van de slavenhandel en de slavernij en de grote vraag erbij was en dat was een vraag die op heel veel plekken gesteld werd is een slaaf een volledig mens kan die als een volwaardig mens worden gezien en dat is bijvoorbeeld uh, dit medaillon dat we daar rechts zien werd op grote schaal verspreid door een abolitionistische fabrikant, Wedgwood. Am I not a man and a brother? Ben ik geen mens? Ben, ben ik geen broeder? Weet je wat? Dat, dat, dat zat er eigenlijk een beetje achter. En uh, abolitionisten die zeiden dus ja, een slaaf is ook gewoon een volledig mens. Ja, en voor dat idee baseerden ze eigenlijk op twee dingen, namelijk aan de ene kant de verlichting en aan de andere kant het christendom. De verlichting die had gezegd, John Locke met name, dat ieder mens natuurlijke rechten had, hè, het recht op vrijheid, het recht op eigen bezit bijvoorbeeld, nou, in die onvrijheid van de slavernij is in strijd met die natuurlijke rechten. Als je vindt dat mensen gelijk moeten zijn aan elkaar, dan eh, geldt dat net zo goed voor zwarte slaven als voor eh, blanke Europeanen of blanke Amerikaanse kolonisten. Nou, en daarnaast is de boodschap van het christendom in essentie natuurlijk ook: Hebben uw naaste lief. Hè? God heeft alle mensen gelijke schapen, en de ene mens mag de andere niet tot slaaf maken. Nou, dus het was vooral protest uit de geloofsgemeenschap aan de ene kant, uit de kerk en dergelijke, maar aan de andere kant ook vanuit de verlichting, eh, waardoor het abolitionisme steeds populairder werd, kreeg steeds meer aanhangers. Nou, dan zie je dus dat als die beweging groeit, dat dat ook steeds hoger in de Engelse samenleving doordringt en ook in de Engelse politiek terechtkomt. En in 1807 wordt er een verbod op slavenhandel ingevoerd in het hele Britse Rijk. En let op, hè, hiermee is dus geen einde gekomen aan de slavernij. Maar hiermee is wel een einde gekomen aan de handel in slaven. Dus die driehoekshandel, waar die Royal African Company bijvoorbeeld voor uh, verantwoordelijk was. Nou, die wordt dus verboden voor Britten om daar nog langer aan deel te nemen. En de gedachte daarachter was dat dat een eerste stap was op weg naar een uh, volledig verbod. Maar in ieder geval als je uh, niet meer in slaven zou mogen handelen, als er dus geen nieuwe aanwas meer mag komen vanuit Afrika, dan zou dat betekenen dat de slaven die er al waren, hè, op bijvoorbeeld. Jamaica of Barbados, dat die dus beter behandeld zouden gaan worden door hun eigenaren, want die konden immers geen nieuwe slaven meer aanvoeren. Maar goed, een eerste overwinning dus voor die abolitionisten. Maar voor plantage-eigenaren is het dus een stuk lastiger om aan goedkope arbeidskrachten te komen. En dan zie je dus dat uh, Jamaica en Barbados, dat uh, die economisch gezien dat die het steeds zwaarder krijgen. En uiteindelijk leidt dat er ook toe dat uh, veel plantages moeten inkrimpen, moeten sluiten en zo. En dat Barbados en Jamaica nauwelijks meer meetellen. En dat het belang van het Caribisch gebied voor het hele Britse Rijk sterk afneemt. Nou, nog even voor de volledigheid, hè. De, de, die, die Noord-Amerikaanse kolonie die maakte al geen deel meer uit van dat Britse Rijk, uh, want uh, die waren immers onafhankelijk geworden door middel van die Amerikaanse revolutie. Ja, en in die Verenigde Staten blijft de slavenhandel en de slavernijden ook nog veel langer bestaan, want in het Britse Rijk komt daar in 1833 een einde aan door de invoering van de Slavery Abolition Act.